René, ja. Even terug naar gisteravond. Albert Verlinde, kan dat of niet? Ja, joh. Ja, tuurlijk. Toch? Ja, prima, joh. Prima gozer wel. Tuurlijk. Prima gozer. Je moest even nadenken, maar... Nee, was je niks aan de hand. Johan? Nou ja, je moet niet hard van stapel lopen, maar ik denk dat we hem een tweede kans moeten geven. Hij heeft talent, bedoel je. Hij kan er komen. Ja. Ja. Eén zwak puntje in zijn betoog, dat was dat hele verhaal over mevrouw Hazes. Ik weet niet of hij een relatie met die mensen heeft. Ik las ergens, maar ik weet niet of dat waar is. Er is ooit een musical van Hazes geweest, maar die is door Joop van den Ende opgezet natuurlijk. Maar later is hij samengegaan met Joop van den Ende. Ik weet niet of dat een commercieel belang is. Maar hij mag best een eigen mening hebben, al stel ik dat niet echt op prijs. Nee, dat is niet echt de bedoeling. Dat weet je ook, Rox, toch? Hè? Hoe dat werkt hier. Ja, ja. Je moet een beetje met Johans... bochten meevaren en af en toe een beetje gasten. Zei vroeger altijd al bij mij op de krant... als jullie mij overal gelijk in hebben, hebben we het hartstikke gezellig met elkaar. Ja, nee, dat zeiden de meeste van dat soort dictators destijds. Maar even over Albert Verlinde gesproken. Wat vond jij ervan? Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb gisteren gekeken... maar ik was ook met computerwerk bezig. Dat vind ik jullie programma echt ideaal voor. Af en toe even schuin oog naar jullie en dan ook een beetje administratief. Ik vond hem... supergoed klikken, maar wat is mijn mening nou eigenlijk? Ik vond hem wel druk. En ik vond het dus zo ontzettend fijn... dat René dan af en toe even weer de voeten op de aarde zette. Maar hij was inderdaad, maar dat kan natuurlijk... Het is de eerste keer, hè? Kijk, wij... Ja, het is ook een beetje... Voor ons is het net alsof we aan de keukentafel zitten, al 15 jaar. Ja. Maar als iemand gewoon voor de eerste keer, dat is misschien best... Ik weet niet hoe weer het dat de eerste keer had, hier. Was je ook een beetje dat je denkt van... Nee, viel mee eigenlijk, ja. En ik was niet zenuwachtig of zo, of dacht ik moet me gaan aanstellen... Maar goed, ik zat er gewoon over Rusland te praten natuurlijk. Ja, over de Russen, daar weet je alles van. Daar weet ik wat van, ja. Dus ja. Zaten wij toen gelijk hier de eerste keer samen? Ja, we zaten aan die bar, ja. Nee, en zij zat daarnaast. Ja. Ja. Albert was zeer kritisch over het Songfestival. Laten we er even terug gaan naar gisteravond. Ja, dit stond gewoon als een huis. Glashelder, loopzuiver. Loopzuiver.